op bezoek bij KNP. Ze maken iets heel bijzonders. Ze hebben ook een aantal mensen uit de doelgroep aan het werk. Ik heb een afspraak met Pascal. Ja, Pascal, leuk dat ik op jouw werkplek mag kijken. Je werkt bij KNP. Wat doe je precies hier? Ik werk hier eigenlijk aan de marketing en de vormgeving. Dus ik maak eigenlijk, ik zet producten op de website. Ik doe een stukje online marketing en ik bewerk foto's voor allerlei drukwerk en website. Ja. En wat is de reden dat jij in een rolstoel zit? Ik heb een spierziekte, de ziekte van Duchenne. En dat is eigenlijk, er wordt een stofje endorfine wordt normaal aangemaakt. En die wordt bij mij niet of nauwelijks aangemaakt, waardoor ik dus geen sterke spieren kreeg, maar juist zwakkere spieren. En jouw werkdag, hoe begint dat als je vanaf huis kijkt? Ik ging eerst altijd met de taxi, ook naar school. Sinds 2 jaar heb ik een eigen auto. En daar kan ik eigenlijk achterin kan ik er zo in rijden en dan achter het stuurkreup. Heb je dan ook zo'n stuurtje in de auto? Nee. Zo'n stuur, dat mag niet op de openbare weg. Ik heb eigenlijk, in mijn auto zit eigenlijk een gewoon stuur. Alleen ik bestuur mijn auto met een joystick. En jouw werkzaamheden hier, zit er afwisseling in? Ja, elke dag doe ik wat anders. De ene keer heb ik wat meer administratie, de andere keer ben ik met de website bezig. Ik ben ook wel eens een hele middag druk met social media kanalen. Dus het is wel heel erg afwisselend. En wat maakt jouw werk nou zo leuk hier? Nou, eigenlijk, ik ben wel een racefan. Dus ik kijk altijd Formule 1 van A tot Z. Dus ik heb wel een beetje affiniteit met het product zelf. Ja, als jullie een uitje hebben in het bedrijf, kun je dan gewoon mee? Nou, eigenlijk proberen ze hier zoveel mogelijk rekening met mij te houden. Dus kijk, je kunt natuurlijk niet overal rekening mee houden, maar je kunt wel kijken van, is er dan ook iets voor hem te doen? Of hoe kunnen we de dag toch leuk maken voor hem? En wat voor een team hebben jullie? Nou, we zijn met 10 man en op zich fijne collega's. En een jong team, wat mij ook wel erg aanspreekt. Pascal, heb je hier een specifieke opleiding voor moeten volgen? Nou, in principe heb ik een marketingopleiding gedaan. Ik heb eerst 4 jaar op de LC grafische omgeving gedaan. En daarna heb ik media, informatie en communicatie gedaan op Saxion. Dankjewel. Ik droom nog even verder hier. Terug naar de studio.